Big Data, Cloud, R, Hadoop clusters, Python, een data lake. Iedereen heeft het erover. Maar wat is dat eigenlijk? Wat kunnen we ermee? En vooral, wat hebben onze klanten eraan? Maar laten we bij het begin beginnen. Wat is Big Data? Big Data is eigenlijk niets anders dan een hele hoop data. De data is vaak in verschillende formaten. Het hoeft niet altijd precies kolom georiënteerd te zijn. Het kan ook audio of video zijn. Die data weet je misschien nog niet wat je mee wil gaan doen, maar je wil het wel vastladen. Big data binnen Nuon betekent eigenlijk gewoon, we hebben heel veel data over onze klanten. We weten wie er allemaal klant zijn, we weten welke energieproducten klanten hebben, we weten wanneer ze contact met ons opnemen. En met de slimme meterdata weten we ook nog heel veel over het verbruik van onze klanten. Door al die informatie slim in te zetten, kunnen we de ervaringen van onze klanten enorm verbeteren. Ja, we hebben heel veel data van onze klanten, ook verbruiksinformatie. En we kunnen ook zien als het verbruik toeneemt. Als we de klanten proactief informeren, kunnen we voorkomen dat ze onverwachts een hoge rekening ontvangen. Maar het gaat veel verder. Het gaat erom dat klanten geholpen kunnen worden door gebruik te maken van goede analyses en machine learning. Om te kijken welke vragen zij hebben. En dat ze de helpdesk niet hoeven te bellen, maar dat we kunnen acteren voordat de klant zelf contact hoeft op te nemen. Nou, als een klant gaat verhuizen en we kunnen dat voorspellen, dan kunnen we vooraf al van informatie en advies voorzien. Ja, als dat niet relevant en persoonlijk is. Big data is dus een berg met informatie. En de big data technologie maakt het mogelijk om al die informatie op te slaan, te categoriseren, te doorzoeken, te analyseren en real-time te gebruiken. Kijk, vroeger, echt heel vroeger in 2010, had je een database. Deed je aan CRM. Spreadsheets met informatie gevangen in enen en nullen. Natuurlijk is een goed werkend CRM-systeem nog steeds heel belangrijk. Maar daarnaast registreren we hele telefoongesprekken, chats, foto's, filmpjes, verslagen, rekeningen, mailverkeer, surfgedrag, social media accounts. Alles is informatie. En in het data lake kunnen we al die informatie aan elkaar koppelen. Hiermee zijn we in samenwerking met onze partner GoDataDriven aan de slag gegaan. Het gaat ook om verschillende typen data, gestructureerde data en ongestructureerde data. En de snelheid waarmee je het ontvangt, binnenkrijgt en moet verwerken. En natuurlijk hoe snel je het beschikbaar kan stellen voor andere doeleinden. In het data lake gebruiken we de Hadoop-technologie om alle data te verwerken. Hadoop is als een soort cluster van computers die samenwerken. Het opslaan van de data en de berekeningen daarop worden verdeeld over deze computers. Want gezamenlijk kunnen ze veel meer data en berekeningen verwerken. Data lake blijft groeien en is overal. Je denkt aan een meer, maar eigenlijk bevindt het zich in de cloud, waar opslag goedkoper is. Het wordt bijna volledig beheerd met open source software. Onze analisten schrijven code in R en Python om data te benaderen, analyseren en om te zetten in bruikbare informatie. Informatie die we kunnen inzetten. Voor onszelf, maar vooral voor onze klanten. Nou, voor ons is energieinkoop ontzettend belangrijk. En met name het afstemmen van de verbruiksprofielen van onze klanten. Nou zitten we hier tegenover de Amsterdam Arena. Een prachtig stadion waarvan we weten wanneer ze thuis wedstrijden spelen, Ajax in dit geval. Of wanneer concerten worden gegeven. Nou, als we deze data nou echt gebruiken in onze datalake-omgeving, dan kunnen we ook veel efficiënter energie inkopen. En deze prijs doorvertalen naar onze klant. Precies. Kun je nog een voorbeeld noemen? Als we zien dat na bepaalde webpagina's klanten heel veel contact opnemen, dan leren we daaruit dat die pagina's nog niet duidelijk genoeg zijn en dat we die nog kunnen verbeteren. Kijk, daar gaat het uiteindelijk om. Zo zijn we persoonlijk en relevant voor onze klanten. Klanten die zonder moeite genieten van onze service. 2 miljoen klanten die enthousiast zijn over onze dienstverlening. En die van ons het meest aanbevolen energiebedrijf van Nederland maken.